De ochtend van gigarijke blogger Lucy is echt een goede ochtend te noemen. Oh, het is eindelijk een nieuwe dag. Goedemorgen, mijn lieve abonnees. Ik heb goed geslapen en ik ben klaar om jullie te plezieren met mijn nieuwe video's. Elke dag begint met een vers gezette koffie, gebracht door mijn bediende Anthony. Vandaag ga ik jullie vertellen over mijn ochtendroutine. Er is geen dag geweest dat ik oefeningen miste, dus dat ga ik nu doen. Trouwens, ik ben vooral rijk geworden omdat ik vroeg opsta en niet omdat mijn ouders miljardairs zijn. Dus, hoe ziet de ochtend van een rijke Vanessa eruit? Och, er is geen geluid erger dan het geluid van de wekker. Ik wil terug naar mijn mooie droom en nog wat slapen. Waarom blijft die afgaan? Ze is erg boos, het is niet goed. Behalve dat Vanessa's wekker past bij haar status van rijk meisje. Dat meen je niet. Stop ermee. Ik heb nog niet genoeg slaap gehad. Voor slaapkop Vanessa is 's morgens wakker worden een echte uitdaging. Ik vraag je om het te beëindigen. Stop je met spelen als ik je betaal? Ik heb er genoeg van. Als ik zo nerveus blijf, krijg ik rimpels. Is ze weer in slaap gevallen? Laten we doorgaan. Ah, dat is het. Ik ben je zat. Je muziek staat te hard. Ga weg. Het is niet onze schuld. Jij bent degene die ons betaalde om de hele ochtend om de 10 minuten te spelen. Arme studenten hebben een minder glamoureuze ochtend. Oh, ik heb lekker geslapen. Auw, ik denk dat het tijd is om op te staan. Ugh, ik moet meteen mijn tanden poetsen. Goed dat iemand bijna een volle tube tandpasta heeft weggegooid. Ik moet opschieten, anders kom ik te laat en moet ik met vieze tanden naar het college. Wist je dat ik graag de bloemenwater geef? Ik doe het zelfs elke dag, zonder de hulp van de bediende. En terwijl Lucy doet alsof ze de planten verzorgt en water langs de potten giet, is het voor Nate een super gelegenheid om zijn tanden te poetsen. Oh, mijn maag is verontwaardigd. Je kunt mijn cursus bloemverzorging kopen op mijn profiel. Hoe benieuwd wat ik vandaag voor ontbijt neem? Twee bijna verse tomaten. Laten we verder kijken. Een gedeeltelijk opgegeten kip? Ik heb de jackpot. Hoe kon je dat weggooien? Slaapbladeren ook? Dat is precies wat ik nodig had. Ik ben in voor een echt feest. Als je blut bent, leer je van alles te genieten. Zelfs van sla in plaats van lappen. En Nate, zo blijkt, is een echte aristocraat in hart en nieren. Bon appétit voor mij. Ik heb nog nooit zo lekker gegeten. Vandaag gaan jij en ik ontbijt maken van wat er in elke koelkast ligt. En daarvoor hebben we een blender en wat eten nodig. Anthony, doe er een banaan in en dan wat druiven. Wat jij zegt, het ontbijt moet stevig zijn. Dus voegen we wat eiwitrijke vis toe aan de rest van het voedsel. Het zal onze smoothie ook bijzonderder laten smaken. Ik kan niet wachten om dit meesterwerk van culinaire kunst te proberen. Een boost van energie en kracht gegarandeerd. En het is ook nog eens zo snel te maken. Dit ziet er heerlijk uit. Ik word ziek. Er is geen gezonder gerecht dan deze smoothie. Anthony, jij moet ook gezond eten. Help jezelf. Ik hoop dat ik het overleef. Och, dat was een grote fout. Hopelijk redden de pleisters de situatie. Wat is dat? Oh, ze kunnen geen puist verbergen. Dat is zeker. Wat moet ik doen? Dit is een soort ramp. Moet ik het niet gewoon uitknijpen? Of is het beter om het niet te riskeren? Oeps, ik denk dat ik een nieuwe spiegel moet bestellen. Ik kan beter gaan sporten. Een wandeling met je favoriete hond is een geweldige manier om op te vrolijken en je lichaam in vorm te houden. Dus, Pluto, waar zullen we nu heen gaan? Misschien ergens waar het warmer is? Oh nee, dat is het niet. Ik wil een andere omgeving. De bergen? Daar was ik afgelopen weekend. Vanessa kan het zich veroorloven overal ter wereld heen te gaan. En ze hoeft niet eens haar huis uit. Ik denk dat het genoeg is voor vandaag. Tijd om je klaar te maken voor college. Niet slecht, maar ik bewaar het voor het schoolbal. Er is zoveel beter. Ik zal niet achterblijven zonder aandacht en bewonderende blikken. Elke ochtend gaan mijn bodyguard en ik een rondje rennen om een huis. Het is heel goed voor het lichaam en een mooi figuur. En nu gaan we een stop maken om onze krachten aan te vullen en een hapje te eten. Eindelijk! Een energiereep is hiervoor de perfecte keuze. Anthony doet dit, Anthony doet dat. Alsjeblieft, één hap is genoeg voor mij. Om energie op te doen en te blijven rennen. Wat? Ik kan dit niet meer doen. Ik moet meteen op vakantie. Bob, het is niet meer trendy. Oh, die dakloze wil vast mijn juwelen stelen.
Maar hij kan me niet pakken. Ik loop niet elke dag voor niets. Hé, hey, weer is hier niet te kloppen. Ik kan niet eens privacy krijgen. Geen respect. Ik neem alleen het hoognodige mee naar het college. Een Mommy Longlegs speeltje, mijn favoriete glas, een duur parfum. Het moet altijd goed ruiken. Pluto. Oh, sorry schat. Maak je geen zorgen, ik ben zo terug. Nou, ik ben klaar om de universiteit en de harten van mijn klasgenoten te veroveren. Alles wat ik moet doen is een taxi bellen. De bus zal hier snel zijn. Ik kan hem niet missen. Waar is mijn rugzak? Oh, het is nog niet gestolen. Schoolboeken. Laatste $2. Slijm. Oude bril. Ik kan zulke waardevolle spullen niet onbeheerd achterlaten. Oh, niet weer. En de bus is er al. Wacht op mij. Ik ben onderweg. En waarom moet ik alles zelf inpakken? Ik heb een make-up tas, 2 smartphones voor het geval de ene leeg raakt, een paar pakken geld, vliegtickets voor het geval ik ook in een ander land wil lunchen. En waar zou ik zijn zonder mijn belangrijkste accessoire? Iedereen moet weten wie de collegekoningin is. Ik vergat bijna een glas om mijn lichaam gehydrateerd te houden. Oh, mijn favoriete gouden slippers. De meest comfortabele en dure in mijn collectie. Ik wou dat ik ze mee kon nemen, maar ze passen niet meer in mijn rugzak. Dus doe ik het vandaag zonder. Het is maar goed dat mijn ouders het college bij ons huis hebben gebouwd. Goedemorgen. Hallo, ga zitten alstublieft. Ga zitten. Oh, hallo daar. Zijn mijn fans wel in de klas? Je huiswerkopdracht was om de presentatie voor te bereiden. Meneer Walker, is dit niet de woonkamer? Dat is in orde. Dit is uw college. Als mijn dochter Lucy zich misdraagt en ik moet haar ouders bellen, dan ben ik hier. Papa, zet me weer voor schut. Het onderwerp van de presentatie was levend in het wild. Lucy, wat heb je voor ons voorbereid? Ik ben mijn huiswerk helemaal vergeten. Maar ik heb een idee. Anthony, handel het af. Zal ik doen. Aangezien je tijd nodig hebt om je voor te bereiden, vind ik het niet erg. Ik wil je voorstellen aan de beroemde reiziger en natuurkenner Ray Fox. Vandaag ga ik je vertellen over veiligheid in de wildernis en wat je moet doen als je gebeten wordt door een slang. Wow, dat is interessant. Je hebt 5 minuten om je leven te redden. Ik denk dat ik een allergische reactie heb. Sorry, ik moet gaan. Je honorarium. Bedankt, ik ga een ambulance bellen. Ik bewonder uw voorbereiding. Ik wou dat ik zulke connecties had. Vanessa, jij bent de volgende. Ik vraag me af waar je ons mee gaat verrassen. Ik weet zeker dat jullie het geweldig vinden. Eerst stel ik voor dat iedereen deze 3-dimensionale bril opzet. Deze zijn voor u, meneer Rogers. Geen zorgen, er is genoeg voor iedereen. Zo goedkoop. En geen gouden montuur? Zo smakeloos. Oh, ik mis de dagen dat ik student was. Wow, wat een cool effect. Wat is het punt van je presentatie? Oh, helemaal vergeten. Ik zal alles organiseren. Wacht even, ik heb zelfs mijn monitor speciaal hiervoor meegenomen. Zet je bril op, pak je popcorn, want ik ga jullie een mini-documentaire laten zien, genaamd The Poor in Their Natural Habitat. Een bekend gezicht. Op het scherm zie je armes en prooi vangen. Hebbes! Dat ben ik. Cool, nu ben ik een filmster. Goed gedaan, Vanessa. Het werk dat je hebt gedaan is lovenswaardig. Dank je, ik heb mijn best gedaan. Dat kun je meenemen. Ik hoop dat je een nuttige les hebt geleerd van het kijken naar deze film. Nate, jij bent de enige die nog over is. Kom naar het bord. Eindelijk. Het onderwerp van mijn presentatie is: hoe sorteer ik mijn vuilnis zodat ik later kan ontbijten? En je hebt besloten om dozen met... Veel mensen maken vaak fouten als ze afval weggooien. Maar ik zal je leren hoe je die kunt vermijden. Hier gooide iemand bijvoorbeeld een appelstronk in de doos met plastic. Dat moet je niet doen, want die hoort in de doos met organisch afval. Bah, meent hij dat? Nu, waar het papier hoort, besloot iemand het plastic weg te gooien. Dat is onaanvaardbaar, want daar haal ik het papier vandaan waarmee ik mijn notitieboekjes maak. Plastic producten moeten in een doos zitten die er speciaal voor gemaakt is. Wat een mafkees. Heb je het allemaal onthouden? Laten we nu eens kijken waar we mee geëindigd zijn. Nee, niet doen! Wat is er aan de hand? Oh, het spijt me. Doe wat je moet doen. Zoals je ziet, zit er alleen nog voedsel in de organische afvalbak dat ik voor mezelf kan meenemen. Wacht, ik kan niet ademen. Ik ga klagen bij papa. Wat is er met jou aan de hand? Ruim deze plek nu op. Ik wil niet dat mijn rugzak zo ruikt. Welk cijfer heb ik gekregen? Dat heeft hij me niet verteld. Bel de schoonmaakploeg nu. Ik moet die kleren weggooien. Zelfs parfum lost de situatie niet op. Blijf uit mijn buurt. Oh.
En waarom doen ze zo? Ze zijn een beetje vreemd. Ik heb al 4 uur niet gewinkeld. Daar moet ik iets aan doen. Maar dit is zo saai. Ik heb dit allemaal al. Heb ik wel een kans om hier iets exclusiefs te vinden? Ik heb er 10 van. En mijn dienstmeisje draagt zo'n parfum. Hoe zit het met diamanten sieraden? Diamanten onder de 100 karaat zijn voor arme mensen. Hey, wees voorzichtig. Weet je wel hoeveel die tiara waard is? Als je het breekt, moet je ervoor betalen. Alsof dat een probleem voor mij is. Oh, sorry. Ik weet wat je misschien interesseert. Dit is het nieuwste model VR-bril. En wat is er zo speciaal aan? De one-of-a-kind game upload erin. Breng hem eens hier. Je wordt ondergedompeld in een compleet andere realiteit. Ik hoop dat het waar is. Oh, van geboorte tot dood binnen 24 uur is dit het spel. Laten we beginnen. Oh, het is donker hier. Hou diep adem, schat. Ik ben bij je. Blijf persen. Het doet zo pijn. Schatje, je breekt mijn hand nog. Haal maar een echt fidget speeltje. Schattig eekhoorntje, zal je kalmeren. Gefeliciteerd, je hebt een dochtertje. Goed gedaan, schat. Het is je gelukt. Dank u, dokter. Hallo daar, zonnetje. Zullen we haar Lucy noemen? Ben ik dat? Ik heb nog nooit zoiets gezien in mijn leven. Ik koop die bril en het spel. Blij dat je het leuk vond. Laat me het zelf doen. Ondertussen ga ik weer verder met het spelen van het spel. Mijn kleine meid is zo actief. Ze wordt vast een atleet in de toekomst. Schatje, heb je het naar je zin? Het is ongewoon om zo klein te zijn. Vreemd, waar kijkt ze naar? Ik heb een opdracht. Laat mama me niet in de wieg leggen. Dat klinkt makkelijk. Lucy, waar ga je heen? Wacht, kruip niet te ver weg van je mami. Je kan me niet vangen. Hihihi. Oh, je liet me schrikken. Laten we nu verstoppertje spelen. Ik ben bang dat ze zal opgroeien tot een rebel. Rustig, Vicky. Je kunt alles aan. Ze kan hier zeker niet aan je ontsnappen. Eindelijk. Heb je je geamuseerd? Nu is het tijd voor je om te rusten. Niet meer weglopen. En je mami gaat eten maken. Hoewel ik ook wel een pauze kan nemen. Is ze weg? Het is tijd voor een nieuwe taak. Moet ik uit de wieg? Het is hoog. Oké, het is nu te klein voor mij. Wow, en ik hou van het nieuwe interieur. Schatje, het is tijd voor je om naar school te gaan. Haast je en pak in of je komt te laat. Ja. Dus ik moet deze dingen vinden? Nou, laten we beginnen. Oh, hey daar, Steve. Hier zijn de leerboeken die ik nodig heb. Wat moet ik doen zonder zakgeld? Ik moet nog 1 laatste dingetje vinden. Ik kan beter beginnen met mijn pennenbakje op een meer prominente plaats te zetten. Oké, de boeken zijn hier. Het geld is hier. En dit ook. Mevrouw Ross had me geen onvoldoende moeten geven. Wow. Oh, Lucy, wat heb je aan? Ik ben niet op tijd volwassen geworden. Ik had niet eens tijd om me om te kleden. Trouwens, wil je me voorstellen aan je nieuwe vriend? Waar heeft hij het over? Wat een enorme puist. Ik was die nadelen van het tiener zijn al vergeten. Geweldig, je kunt het niet meer zien. En de outfit is best schattig. Het is te schattig. Ik wil geen schachtmeisje zijn. Laten we eens kijken wat er nog meer in mijn magische kluisje zit. Ik voel me meer comfortabel in deze. Wow, het was me nog niet opgevallen hoe mooi en cool Lucy is. Tijd om de koningin van deze plek te worden. Oh, we zullen er samen goed uitzien. Wat is de keuze? Hard studeren en een erestudent worden? Of spijbelen en plezier maken? Ik kan mijn jeugd niet verspillen aan blokken. Hoe ben ik hier gekomen? Laat me eruit. Het is niet mijn schuld. Ik zweer het. Oh, heb ik een nieuwe celgenoot? Je ketting ziet er duur uit. Ik denk dat je hem aan mij moet geven. Is dit het gevolg van mijn laatste keuze? Oh, natuurlijk wil ik opnieuw beginnen. Oeh, gelukkig dat het spel zo'n functie heeft. Ik ga toch nog hard studeren. Psst, Lucy, een briefje van Andrew? Ik vraag me af wat erop staat. Wil je met me uitgaan? En hij is leuk. Waarom niet? Laten we zaterdag naar de bioscoop gaan. Geweldig. Mam, pap, ik ben thuis. Oh, zonneschijn. Welkom terug. Ik wil je aan iemand voorstellen. Dit is Andrew. Hoi.
Schat, wat moeten we doen? Hé, hey, wat is er aan de hand met je? Neem wat je wil. Ga gewoon weg. Mam, waarom zou hij dat nodig hebben? We hebben geen dure dingen meer. Je hebt het helemaal mis. Hij is mijn vriendje en ik hou heel veel van hem. Wat? Mijn dochter gaat niet uit met een pestkop. Hoezo? Ga je in de weg staan van mijn geluk? Dan ga ik met hem trouwen. En daar kun jij niets aan doen. Piet, dochter, maak je moeder niet nerveus. Ik voel me niet goed. Neem wat water, schat. Onze dochter gaat trouwen. Zie je wel, je geeft je moeder een slecht gevoel. Waarom kom je niet bij mij wonen? Goed idee. En waarom heb je al dit drama gedaan? Nu ga ik samenwonen met mijn verloofde en zullen we samen gelukkig zijn. Maar we zorgen alleen maar voor je. Vanaf nu is het mijn verantwoordelijkheid. Geef me de juwelen terug. Hier, neem je bling. Ik wilde eigenlijk handen schudden. Je zult zien dat je het mis had. Tot ziens. Onze dochter is zo snel opgegroeid, zelfs te snel. Zijn jullie er klaar voor om elkaar te steunen? Om samen te zijn in zowel verdriet als vreugde? Ze maakt de verkeerde keuze. Is er nog een kans dat ze van gedachten verandert? Lucy, ben je het ermee eens om Andrew als je man te nemen en van hem te houden tot het spel jullie scheidt? Natuurlijk doe ik dat. Ja, Andrew, wil jij? Ja! Yay! We hadden niet moeten hopen dat ze van gedachten zou veranderen. Hier komt de bruidstaart. Hij is zo mooi. Alleen win ik geen snoepjes. Wacht, ik haal nu iets anders. Wat dacht je van een hotdog? Eeuw, nee. Nou, wat dacht je van je favoriete ijsje? Nee, vandaag niet. Ik heb het. Wat dacht je van gedroogde vis? Ja, dat is precies wat ik wilde. Oef, ik heb het. Schatje, je buikje. Waar heb je het over? Ben ik zwanger? Gefeliciteerd! Geen paniek. Opzij alsjeblieft. Mevrouw, kunt u ons wandelwagen lenen? Ik ben aan het bevallen. We hebben niet veel tijd. Eén momentje. Ik zoek het wel uit. Ga nu in de stoel zitten. Maar mevrouw Smith kan niet rondkomen zonder haar rolstoel. We hebben hem nu harder nodig. Ga zitten. Wat een aardige jongeman. Oh, ik heb een nieuwe aanbidder. Maar ik ben al bezet. Wil je me je nummer geven? Schatje, we gaan naar de kraamkliniek. Mag ik de taart opeten? Ik ben bij je. Kun je niet zo hard in mijn hand knijpen? Hier, dit eekhoornbekertje zal je kalmeren. Dat doet het echt. Je moet diep ademhalen. Oh, dokter, je bent eindelijk hier. Maak je geen zorgen. De bevalling gaat goed. De baby wordt zo geboren. Zoveel weet ik al. Kunnen we het geslacht kiezen? Als het nu eens een jongen wordt. Ik wil een meisje. Zeg hallo tegen uw dochter. Onze kleine Elisa. Oh, ik ben een beetje moe. Wilt u dat ik een foto neem? Natuurlijk. Zeg, uitdaging. Uitdaging. Oh, wat een mooie herinneringen. Het lijkt alsof het nog maar zo kort geleden is. Dochter, wat doe je in mijn kamer? Ik heb ijs voor je meegebracht. Ik vind het niet lekker. Het is hier niet toegestaan. Oké. Wil je dat ik je help met je huiswerk? Oh, dat is zo ontroerend. Moeders zijn ook verboden in mijn kamer. Je kunt beter gaan. Wat jij zegt. Bye bye. Oké, Lucy, hou je in. Tieners gedragen zich vaak zo. Het level opnieuw beginnen? Nou nee, ik hou van mijn dochter zoals ze is. Eens kijken, hoeveel tijd heb ik nog? Raar, ik zie niets. Heb ik problemen met zien? Maar goed dat ik mijn moeders bril heb. Oh, er is niet veel tijd meer. Het spel is zo afgelopen. Oh, en nu ben ik een oude vrouw? Ik heb een geweldig leven gehad. Er zijn zoveel mooie herinneringen. Het was echt leuk. Mijn geliefde Andrew, ik heb er geen spijt van dat ik met je getrouwd ben. Dat is het. Mijn tijd is gekomen om een einde. Oh, dat was de beste aankoop van mijn leven. Hier, kom maar in de VIP-ruimte. Geweldig!
James, geef hem een fooi. Neem het. Oh, bedankt. Dat had je niet hoeven doen. Ik moet alles controleren. Dit is voor jou. Wow, zo interessant. Mooie jurk. Oh, waar heb ik het over? Dat was haar bodyguard. Ik zal nu met haar afrekenen. Dat is een diamanten VIP Squid Game kaart. Ik heb geluk. Ik ben eindelijk ook uitgenodigd voor Squid Game. Ik zou niet aanraden om te dichtbij te komen. Lucy, is het waar dat je bent uitgenodigd voor Squid Game? Ja, ik zal er echt aan meedoen. En ik weet zeker dat ik zal winnen. Wat hebben ze op tijd al die ophef gemaakt? Oh, alarmen? Laat me niet weer slapen. Oh, ik kan maar beter opschieten. Blijf staan. Je staat onder arrest. Handen omhoog. Is dat een banaan? Bent u een politieagent? Ja, natuurlijk. Hier is mijn idee. Is dat een goed bewijs? Oh, is dit echt van jou? Sorry, ik had het mis. Ja, ik ben een stoere jongen. Ja, je bent de coolste politieman die ik ooit heb gezien. Waar komt deze uitnodiging vandaan? Hé, kom terug. Ze gaan me toch wel van een persoonlijke chauffeur voorzien? Oh, ik denk dat dat voor mij is. Oh, dank je. Wow, echt? Je had niet zo je best moeten doen. Ik wou dat iedereen me met zoveel respect behandelde. Sta niet in de weg. Prettige rit, Miss Lucy. Ik krijg eindelijk fatsoenlijk betaald voor mijn werk. Ze weten toch wel hoe ze de gigarijke VIP-deelnemers moeten behandelen? Ik word vandaag iets te vaak neergeslagen. Hé, doe de deur open. Je neemt minder maling. Ik zal een step moeten nemen. Ik hoef alleen maar een route uit te stippelen met mijn navigator. Die bestaat uit een kompas en een kaart. Oké, laten we gaan. Help u zelf aan een premium dessert, juffrouw. Wat zijn ze lekker. Dank u wel. En hier is een kenmerkende cocktail van onze beste barman. Wat een service. Moet ik er zelf heen? Oh, dat is 100% voor mij. Ze hebben niet eens de moeite genomen om de deur voor me open te doen. Dus ik moet het allemaal zelf doen. Wil je frisdrank? Ik wil er graag één. Ik ben vandaag nerveus geweest en mijn mond is droog. Dat is beter. Alleen, nu ben ik om de een of andere reden slaperig. Nog een paar kilometer te gaan. Oh, sorry agent. Alles goed met u? Mijn hoofd. Het doet pijn. Het was zo'n drukke dag vandaag. Ik heb wat ontspanning nodig. Oké, Taylor. Wakker blijven. Oh, daar is ze. Gegroet. Geef me uw kaartje alstublieft. Ja, tuurlijk. Hier. Nu moet ik alle informatie controleren. Oké, dat is correct. Identiteit geverifieerd. Je hebt nog nooit iemand zoals ik ontmoet. Ik ben te uniek. Ik stel voor dat we naar binnen gaan. Waarom duurt het zo lang? Hier ben ik, de geweldige Fix zelf. Trouwens, hier is mijn coole gouden kaart. Wacht even, ik moet alles controleren. Ja, dat klopt. Jij bent het echt. Je mag erdoor. Waarom blijf je staan? Laten we gaan. Waarom kuste hij mijn hand niet? Wat een rare. Waar is hij? Alle andere deelnemers zijn er al. Sorry dat ik te laat ben. Waarom duurde het zo lang? Waar is je kaart? Ik was een beetje verdwaald. Ik moet zeker weten dat jij het echt bent. Neem een pose aan zoals op deze foto. Echt waar? Oké, dat klopt. Laten we opschieten en gaan. Iedereen wacht op je. Ik heb zo'n mooi nummer. Ik heb er niet voor niets zoveel geld voor betaald. Oh, wat is dat? Verblindende licht. Oh, het spijt me. Ik denk dat de diamanten op mijn nummer te fel schijnen. Weet je, je bent te arrogant. Je denkt dat je beter bent dan alle anderen, nietwaar? Misschien. Hallo iedereen. Hé, waar is je nummer? Hij is zo arm dat hij er niet eens een heeft. Echt? Waar is mijn nummer? In een vuilnisbak. Ik ben het helemaal vergeten te geven. Sorry, bro. Een kartonnen? Ik kan je status zien. Alle deelnemers, maak je klaar. Wat is dat? Hey, Plein. Ik luister naar je. Je weet wat je moet doen. Hier is de vergoeding. Begrepen? Maak je nergens zorgen over. Ik zal winnen. Ik heb een geweldige atletische training. Rood licht. Nou, daar gaan we. Kom binnen, Miss Lucy. Goed, en er is geen haast bij. Hoe doet ze dat? De pop merkt daar gewoon niet op. Ha, ik ben de eerste. Ik kan al je bewegingen zien. Zo ga ik verliezen. Hey jij, kerel in een jumpsuit. Vang het geld en doe iets. Oh, niet slecht. Ik zal alles doen. Dit is mijn kans om te winnen. Rustig. Werkt het niet? Cool, dat betekent dat ik ook kan slagen. 700, 800. Oh, ik vergat hem aan te zetten. Rood licht. Oh nee, maar ik heb niet veel tijd meer. Oh, wanneer is de pauze? Oh, je liet me schrikken. Ik heb het. Woehoe, zag je dat? Ik heb in mijn eentje gewonnen. Goed gedaan, Lucy. Je was uitstekend. Ik deed het ook met gemak. Team, zullen we een feestje bouwen ter ere van mij?
Ja, een laserfeestje. Dus, wat is het volgende? Hier is je nieuwe opdracht. Wat zit daarin? Een gewoon koekje? Maar ik heb een gouden nummer. Ik zie eruit als een arme jongen met dit. Schandalig. Oh, sorry, er is een fout gemaakt. Hier is je gouden koekje. Uh-oh. Hier, dat is anders. Wat? Heb je nog nooit diamanten koekjes gezien? Je hebt zulke grote, maar waar is de mijne? Oeps, ik begon er per ongeluk van te eten. Hier, een paraplu. Neem je in de maling. Waarom ik? Het werkte niet. Hey Lucy. Stoor me niet. Ik doe het te langzaam. Dit gaat niet werken. Ik moet meteen iets bedenken. Hey man in het rood. Kom hier. Ik heb je hulp nodig. Dat is te weinig. Geef me meer. Maar ik heb niet veel geld meer. Hebben we een deal? Oké, alsjeblieft. Zo gaat het een stuk sneller. Hey, ze hebben me niet eens een naald gegeven voor de missie. Ik heb hier geen tijd voor. Als je het niet op tijd haalt, verlies je. Oh, dat is precies wat ik nodig heb. Een beetje acteren. Het belangrijkste is dat hij het niet merkt. Hey, wat is er? Ja. Oh, ik viel flauw toen ik die splinter in mijn vinger zag. Je bent vreemd. Ik ben eindelijk klaar. Ik heb gewonnen. Hey, Giga Upstart. Kijk hier eens naar. Ik heb je verslagen. En jij kan niets blijven doen. Ik denk dat je het nog steeds niet snapt. Wacht even, ik kom er zo aan. Voilà, ik ben klaar. Lucy, jij bent eerst. Zoals gewoonlijk. Vic, jij bent tweede. Geweldig. Ik ben zo trots op mezelf. Niet eerlijk. Ik moet opschieten. Denk na, Taylor. Hoe doe je dit zo nauwkeurig mogelijk? Ja, dat is de juiste manier om het te doen. En jij gaat me daarbij helpen. Kijk dit popje. Wow, het is gelukt. Ik ben klaar. Kijk. Nou, jij bent ook geslaagd. Ook al eindigde je als laatste. Laten we gaan. Dat was makkelijk. Ik bewaar dit vierkantje als aandenken. Dit wordt jullie laatste opdracht. Wie aan het touw trekt, wint. Ik ben er klaar voor. 2-1? We kunnen de overwinning al vieren. Maar niet huilen, arme jongen. Oh, wacht. 1, 2... Hé, dat is niet eerlijk. Waarom spelen ze 2 tegen mij? Ik kan eindelijk een fiets voor mezelf kopen. Wat? Ik denk dat dat best eerlijk is. 1.200. Ik ben het met de bewaker eens. Ik ook. Wat? Ben je bang? Het spel begint. Ik was voor niets ongerust. Het is maar goed dat ik nooit een dagelijkse training mis. Kom op, trek een fik. Ik probeer het. Hij bleek sterker te zijn dan ik dacht. Hé, wacht. Help ons winnen. Trek met ons. Geld vooraf. Neem dat alles. Wow, dat is een fortuin. Ik kom eraan. Schiet op of we verliezen. Ik hoop dat je sterk bent. Laten we trekken. Wow, dat is moeilijker. Ik zal echt hard moeten werken. Joepie, we beginnen het te snappen. Ga zo door en we winnen zeker. We hebben hem bijna verslagen. Hoewel agent Taylor erg sterk is, zal zelfs hij het moeilijk hebben tegen 3 tegenstanders. Alleen een wonder kan de arme speler helpen. Dat is het. Ik kan het niet meer doen. Ik kan niet meer winnen. Oh, is dat geld? Ik moet ze pakken. Hey, wat is er aan de hand? Waar heeft hij zoveel nieuwe kracht vandaan? Oh, nee. Hey, ik heb een hele $100 gevonden. Kijk, gefeliciteerd. Je hebt het laatste spel gewonnen. Echt waar? Cool, wat betekent dat? Jij bent de nieuwe winnaar van Squid Game. En je krijgt een grote geldprijs. Hoe komt dat? We hebben in ieder geval een step. Het verandert niets aan het feit dat we nu arm zijn. Zoveel halters zal ik kunnen kopen. Mijn leven zal niet meer hetzelfde zijn. Dank je. Meneer Taylor, wij nodigen u uit om deel te nemen aan de Squid Game Superfinale. Echt waar? Vrienden, vinden jullie dat ik deze uitnodiging moet accepteren? Schrijf je mening in de comments.